Hallo beste kijker, welkom in deel 31 van mijn Bloodborne-serie. Ik heb in de vorige aflevering een uitnodiging gekregen om naar een kasteel toe te komen. En om hier te komen moet je eerst naar deze paal. Deze is... deze kun je vinden als je eigenlijk bij de splitsing naar de baas toe en de shortcut bij vlakbij... de lantaarn. En als je de uitnodiging hebt, hoef je eigenlijk alleen maar hier naartoe te lopen en in te stappen. Welkom in Kernhist Castle. Dit gebied heb ik per toeval ontdekt omdat ik die uitnodiging gevonden had. En daarna eigenlijk bij de beulen die daar rondlopen, vlakbij die pilaar, die droppen goede stenen. Dus daarom dacht ik, ik ga nog eventjes daar trainen om die te krijgen. Alleen bleek dat ik in één keer... dat in één keer kwam aanrijden en ik dacht van ja, ik zal maar eens even instappen. En dan kwam ik dus hier terecht. En ja, dit is eigenlijk een gebied waar je eigenlijk nog lang niet naartoe moet gaan. Omdat hier super sterke vijanden zitten, zoals je zo meteen ook kunt zien. Daar komen er al een paar. Oh, hier is er ook al eentje. En ik denk dat, ja, zoals je kunt zien, zijn deze dus super sterk. Dus mijn advies en wat ik zelf ook ga doen, is gewoon voorbij deze rare spinnenwezens lopen. Want in mijn vorige playthrough heb ik al een beetje rondgekeken in dit gebied. Alleen toen was ik ook een stuk sterker. En hier is niet echt heel veel boeiends te doen in dit buitengebied. Ik denk dat het wezen mijn souls mee heeft genomen. Plot echo's. Dus ik denk dat ik hem moet gaan verslaan om ze terug te krijgen. Wat ik dan maar eventjes zou gaan doen. Dit kun je op verschillende manieren doen en dat ga ik nu eventjes laten zien. De makkelijkste die ik gevonden heb is om naar hier te komen. Even wachten tot de poort open gaat. De deur. Want hier binnen kunnen ze niet komen. Maar jij kunt hun wel aanvallen. Als ze er nog zijn. En zoals je kunt zien, doe je al heel goed damage tegen hun.
Want het zijn niet eigenlijk spinnen. Want spinnen die hebben natuurlijk 8 poten. Ik weet niet of ze hier naar boven kunnen springen. Dit is een Bloodzone Gem die je dus in je geweer kunt doen. Ook erg handig. Het is misschien een cheesy manier om vijanden te doden. Maar als je even niks anders kunt... Ja. Dat vind ik het wel een mooie manier. En nu ga ik even naar degene toe waar het eigenlijk om ging. Die mijn souls bij heeft. Mijn Blood Echoes. Of heeft hij ze toch niet bij? Zoals gewoonlijk heb ik weer superveel geluk. Maar waar zijn dan mijn Blood Echoes naartoe? Vreemd. Gelukkig, ik heb ze nog even terug. Nou, nu dat ik dit gebied toch gecleaned heb, zal ik het toch nog aan jullie laten zien.
Hier kun je dus ook nog naartoe. Maar daar kan ik beter naartoe gaan als ik betere wapens en betere armor aan heb. En gewoon een beetje level up. Een ventje wat beter gelevel up hebt. Dat kwam moeilijk uit. Het lijkt net hier of dat er niemand is. Alleen je zult snel genoeg zien dat het hier eigenlijk vol zit met vijanden. Kijk maar. En zoals je kunt zien zijn ze eigenlijk ook best wel sterk. En ik weet eigenlijk ook nog niet precies van wie het geheel komt. Van die soort spoken of van de kleine poetsvrouwtjes. Hier heb ik nu weer een nieuw wapen gekregen. Dit is eigenlijk een combinatie van een rapier en een geweer. Dus als je meer van zulke zwaarden bent, dan heb je ook weer geluk, want dit wapen zit er ook in. Zo. Zoals je ziet, als je een vijand raakt die ook nog in een animatie zit, gaat het dus meer HP af dan als je een gewone aanval doet. Hier heb ik ook nog een bloodstone chunk gevonden. Deze, dan kun je nog je wapens weer verder mee upgraden. Ja. Hierbij sluit ik de video weer af. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten. En tot de volgende keer.